Goedemiddag, het eerste uur van de singelloop zit erop. De 5 kilometer is op dit moment bezig en er zijn al duizenden lopers binnengekomen. De een komt kapot over de finish, de volgende komt helemaal lachend over de finish. Mensen komen hand in hand en de een draagt zelfs de ander. Dus het is heel mooi te zien hoe Breda hier samen loopt. Daarnaast hebben we natuurlijk prachtig weer, het zonnetje schijnt. De hele stad zit vol supporters. En ik heb echt heel veel vertrouwen in dat dit een hele mooie editie van de singelloop gaat worden. Heb je goed getraind? Mooi. En jij had vandaag zoiets van, weet je, een mooie dag, ik ga toch gewoon de singelloop lopen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Nieke die gaat ze zo meteen opvangen bij de finish. Nieke staat op de Grote Markt bij de finish en vangt de mensen op die zo meteen over die finish komen. Nieke, over naar jou. 32, 32, 12, 22, 30, 13. Het wordt geen Keniaan. 32-19 wordt de eindtijd. En ook nummer 2 is binnen. Dan komt de nummer 3 aan. 32-30 zitten we nu op. En in tijd van 32-33 is ook nummer 3 over de finish. Je gun bij, je pistool bij. Het is een revolver. Revolver. Ja. Hey, hoe is het gegaan? Ja, zwaar. Ja? Ja. Viel het tegen? Ja, veel tegen, ja. Hoe heb je je voorbereid? Niet veel eigenlijk. Wat was dan je strategie? Hoe kwam jij hier over de finish? Ja, gewoon doorrennen. Jongens, klein vraagje. Breda, hebben we er zin in? Nee. Breda, hebben we er zin in? Succes, hè? Oh, daar komt de eerste aan met een eindsprint. Ja, 1 uur en 50 seconden. Gaat iets halen binnen 1 uur en 1 minuut. En het is onder 1 uur en 1 minuut. Om precies te zijn 1 uur en 55 seconden. Daar komt ook nummer 3 over in een tijd van 1 minuut 1. Voor wie is dat mooie spandoek? Prachtig, hè? En wat staat erop? Perry Lips. Mijn zoon. Trots op mijn zoon, want die wint trek. De mensen die u aanmoedigen vandaag? Ik hoop het wel, ja. Mijn kinderen. Heeft u bussen vol meegenomen? Zeker te weten. Ze staan allemaal langs de kant. Daar staan ze allemaal als het goed is. En wie ga je nou het meeste supporteren? Papa of mama? Papa. De eerste meters, hoe gaan ze? Ja, lekker. Ja. Ja, bevalt het? Nu nog wel. Niet mee, of hebben jullie meegelopen? Hey. Een mooie ronde. Onderweg een pintje op. Nee. Ah, half slokje. Maar ik ging net bijna op mijn muil toen ik mijn been moest gaan strekken. Maar ja, dat doen we dat altijd. En wat moet je er nou voor doen om dit te bereiken? Heel veel trainen. Ik heb hier al heel wat meegemaakt van mensen die hier instorten naar de finish. Tot kots over mijn eigen schoenen. Tot mensen met snotterbellen in hun gezicht. Hartstikke lekker. Het is toch wel wat warmer dan gewoon. Wat warmer? Ja. Maar de temperatuur is redelijk naar beneden gegaan de afgelopen weken. Neem aan dat je de zomer al bent begonnen met trainen. Toen was het 36 graden. Dat ging helemaal stuk. Is dat niet gewoon een excuus? Ook. Is een moment dat je denkt, nou zat ik er wel doorheen? De hele tijd?
Hoe komen we nou dat we toch hebben uitgelopen dan? Al die mensen langs de kant. Jullie te wachten? Nou, we staan te wachten om naar de film te gaan. Zeker dat iedereen... Ja! Kijk eens, daar gaan ze! Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Tot ziens.